Vandaag zijn we de gast bij mevrouw Kim Vermeulen. Welkom. Dankjewel. Die mag ik je dus voorstellen. En we gaan het hebben over voetreflexologie. Ja. Dat doe jij. Ja. Oorspronkelijk ben je pedicure. Pedicure, ja. Ja, en je hebt hier een praktijk of een salon, ik weet niet hoe je het noemt. Een salon. Salon, ja, oké. Okay. Ja. En daarnaast heb je dus voetreflexologie gedaan. Ja. Opleiding, en daar ben je dus nu actief in. Ja. Voetreflexologie, is dat een alternatieve geneeswijze? Dat is een alternatieve geneeswijze, ja. Pseudo-wetenschappelijk of... Ja, het is inderdaad, het wordt nog niet zo erkend, maar het is wel... Is het therapie of geneeswijze? Het is meer een, eigenlijk een combinatie van allebei. Ja? Ja, ja. Eigenlijk een combinatie. Ja. Ja. Maar het is wel al heel oud. Het is al heel oud, vooral in de Oosterse Chinese geneeswijze is dat heel erg bekend. Ja. Ja, je denkt meteen aan Chinees, hè, ja, of Japans. Ja. Maar het is Chinees en uit Egypte, hè? Daar komt het vandaan. Ja, ja. Ja, ja, die ja. Mensen die deden dat dan, ja, hè? Is het wetenschappelijk onderbouwd? Wetenschappelijk onderbouwd? Nou, er zijn nog heel veel vraagtekens bij. Maar ik merk zelf gaande de weg met behandelingen dat je toch wel heel veel kunt bereiken. Met name door middel via de van voeten, de dopbloeding, ja, de afvalstoffen, ja, weg. Ja, 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 ja. Dus het, ja, ik merk zelf wel verbetering. En hoe meer ik dat ga doen bij mensen, hoe intensiever dat is, des te beter is de genezing niet. Want ik kan niet iemand gaan genezen. Maar toch een beetje herstel. Herstel, ja, 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 ja. Maar is het nu op het ogenblik trendy of een hype? Het begint steeds meer. Ja? Steeds meer mensen grijpen ook. En ook bekend te worden. Ja. Heeft het een relatie met acupunctuur? Acupunctuur gaat meer richting de energiebanen. Ja. En wij gaan echt meer op doorbloeding, zelfvermogen te herstellen van het lichaam, een beetje werken. Dus, oké, okay, maar het is niet gevaarlijk, het is niet zweverig. Er kan helemaal niks gebeuren. Goed, zijn wel bepaalde behandelingen waar je toch wel mee moet uitkijken met bepaalde aandoeningen. Dus bijvoorbeeld als iemand zwanger is, bepaalde dingen. Dat vraag je eens van tevoren, ja? Er wordt altijd een anamnese van tevoren gevraagd met welke klachten ze komen, wat ze van mij verwachten, of ze medicijnen gebruiken, of ze bij de huisarts zijn. Sommige mensen inderdaad regelmatig bloed laten prikken, want ja, waardes kunnen ook verbeteren of gaan verslechteren. Ja. Dus het zijn allemaal belangrijke dingen om daar wel rekening mee te houden. En dat vraag je de cliënt, wat zeg jij, cliënt of patiënt? Een cliënt. Cliënt, ja, 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 ja. Je behandelt de voetzolen, ja, of de voet, of ook de enkel? Vanaf de knieën worden de... Onderbenen, voeten worden eigenlijk meegenomen. Ik heb nou pas onco-reflexologie gevolgd. Daar ga je op een hele zachte manier vanaf de benen. Omdat daar bepaalde meridianpunten zitten wat je kunt meenemen. Met betrekking tot oncologie? Oncologie. Ja. Dat is een hele zachte behandeling. Ja. Dus dan neem ik de benen inderdaad mee. Ja. Of mensen die wat heel intensief sporten. Ja, het is altijd goed om daar de spieren wat meer te trekken. Ja. En het is verdeeld in zones, de voet. Ja. Ja, je moet het eigenlijk zo zien tot je lichaam. Je hebt twee voeten, je lichaam is gesplitst. Dus vanaf de neus gaat het en het loopt een baan en loopt het omhoog. En in die banen liggen dus ook de organen aan. Dus op de dikke teen zit voornamelijk je hoofd. Op de kleine teentjes zitten de sinussen, de kleine vertakkingen van de hersenen, migrainepunten, de neus. Dat weet je dus allemaal, ja, aan de hand daarvan. Ja, ja, ja. En dan masseer je dan. En de doorbloeding wordt daardoor bevorderd. Gestimuleerd, ja. Gestimuleerd. Ja, ja. Gestimuleerd om bepaalde punten. Dus als bijvoorbeeld iemand komt voor migraineklachten, dan weet ik dat ik heel meer op het hoofd moet gaan richten. En vaak kijk ik in mijn boek even van, hey, wat kan ik nog meer pakken?
melk bij pakken. En vaak zijn het ook wat darmen. Die wat ook wel zorgen voor de flora van het lichaam. Ja. Dus tot afvalstoffen daar weggaan. Ja, 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 ja. Behandel je ook gericht op klachten? Echt op? Ja. Ja? Ja, ja, ja. In de eerste instantie ga ik te werk om het lichaam even in balans te krijgen. Dus ik ga de complete voetreflex, zoals ik het geleerd heb, in ongeveer een uur tijd ga ik doen de mensen in het begin om dat lichaam weer te resetten, noemen ze dat eigenlijk. Ja, ja. En dat probeer ik de mensen ook even één keer per week te zien. Ja. En dan na een paar dagen probeer ik ook altijd voor de mensen even contact om te kijken van ja, wat heeft het voor klachten opgewekt. Want dat kan natuurlijk ook, ja, dat het in het begin wat klachten gaat opwekken. Maar die zullen eigenlijk gaande de weg door die weken heen minder worden. Wat is niet? Het lichaam in balans gaat komen. Wat is niet pijnlijk? Sommige mensen ervaren bepaalde punten wel als gevoelig, maar niet echt pijnlijk. Nee. Je zet toch wel in kracht, ook met je nagels. Je loopt toch wel echt over de organen en over de zenuwen. Voel jij dat ook? Aan de hand van die voeten? Hoe vaker ik de voeten heb gezien, hoe meer ik voel bij sommige mensen aan de hand van kristalletjes dat er iets kan zitten waardoor een blokkade ontstaat. En dat er weerstand is of zo? Ja. Ja, ik zeg het maar, het is mijn vak niet, ik weet het niet. Ja. He? Ja, ja. En de voeding? Ja, voeding is natuurlijk ook belangrijk, hè, om het allemaal in balans te houden. Veel mensen krijgen ook wel een advies van mij van nou, kijk eens naar supplementen voor wat extra vitamines, dingen wat eventueel toch tekort zijn. Mm-hmm. Maar goed, daar heb ik de ervaring nog niet in, dus het is wel iets wat ze dan zelf even moeten gaan kijken of dat ze bij de arts of iets, ja. Want ja, ja, goed, het ligt natuurlijk ook eraan wat voor medicijnen mensen nemen of dat samen kan. Ja, ja. Geef je ook adviezen dan dat ze mee moeten sporten of nou ja, nee, ik ben niet echt een fysiotherapeut. Nee. Maar het is geen geneeswijze. Het is geen geneeswijze. Nee. Het kan alleen klachten verminderen, niet verholpen worden. En de patiënt die merkt dan ook na een week van, dat is iets aan veranderd. Kijk, als dat je is wat veranderd, ja. Mensen die wat nou de eerste keer zijn geweest, hebben bijvoorbeeld dat ze veel meer drang hebben voor naar het toilet te gaan, veel meer moeten. Omdat dat gestimuleerd is. Ja. Ja? Ja. Maar dat is eigenlijk alleen maar goed. Het is ook heel belangrijk om daarna, na zo'n behandeling, heel goed te drinken om afvalstoffen weg te krijgen. Ja? Ik merk ook aan sommige mensen die wat dat niet hebben gedaan, dat ze toch wat meer klachten hebben van duizeligheid of zich niet zo lekker voelen, wat hoofdpijn krijgen. Maar door goed te drinken worden die afvalstoffen af. Daar staat het ook voor bekend, hè, dat dat op zo'n manier werkt. Ja. De afvalstoffen en dergelijke. Maar een voetmassage, dat is een weldaad, hè? Dat zeg ik uit eigen ervaring. Ja. Dat is iets heerlijks. Ja. En dan werkt het ook op ontspanning en ontspanning, stress. Ja. Dus je merkt er wel iets van, hè? Je merkt er wel wat van. Ja. Het zenuwstelsel, balancerend effect heeft het daar ook op. Ja. Heb je het zelf ook wel eens gedaan? Ja, tijdens de cursus. Het zelf mogen ervaren natuurlijk. Ja. En ja, goed, wat het ook meteen met je doet, is ongelooflijk. Ja, zodra je aan de voeten bezig bent, bepaalde lichaamsdelen voel je gewoon tintelen of dat het zo naar boven trekt. Ja, ja. Ik doe ook de verticale voetreflex. Dat is bij acute klachten, zoals nekklachten, schouderklachten, onderrug, heupen. Tot ik ze ga behandelen op de voeten, dan ga ik puur op dat gebied werken. En dat is een behandeling van 5 à 10 minuten. Maar dan ga ik drukpunten induwen, waardoor die klachten weggaan. Maar dat bedoel je met verticale? Verticale, dan staan de mensen en dan ga ik op de voeten werken. Ja. Aan de hand van drukpunten kun je die klachten wegnemen. En dat merk je dan ook? Dat merk je dan ook, ja. Er zijn mensen, daar worden het echt slecht bij, dat het ook wel echt gevoelig is. Maar het voelt ook meteen als een verlichting. Dat er iets aan de hand is. Ja. Bij stress, een ongeluk of noem maar iets op, na een operatie. Daar is het ook goed voor. Ja. Om te zorgen dat
alles weer in gang wordt gezet. En dat je weer een beetje ontspannend daarmee is. Zelfs bij mensen wat bijvoorbeeld een maagverkleining hebben gehad. Oh ja, natuurlijk. Dingen, ja goed, om de darmen ook weer te activeren, om zich mentaal weer zo te voelen zoals ze er ook uitzien. Dat kan natuurlijk ook. Heeft er allemaal mee te maken. Zijn er richtlijnen voor speciale behandelingen? Je hebt wel richtlijnen, zoals bijvoorbeeld bij mensen met kanker. Op plekken waar de kanker zit, daar ga je dus niet behandelen. Dan hebben ze hormoontherapie, ga je geen hormonen stimuleren. Hoe bedoel je hormonen in welke vorm? Dat je hormonen niet gaat stimuleren, want ze worden behandeld op die hormonen. Tegenhormonen, dat is eigenlijk een anti-hormonentherapie. Ja. Dus anti. Dan moet je geen hormonen gaan stimuleren. Nee, nee, nee. En hoe vaak mag je zo'n massage geven? Dat mag zo vaak als je wilt. Als je zelf wilt. Ja. 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 Ja, 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 ja. Nou Kim, we zijn er in vogelvlucht doorheen gegaan. Ja. Maar het is om eventjes een inkijkje te geven. Ja. Hè? Dus hartelijk bedankt voor het verhaaltje. Ja, graag gedaan. Ja. Mag ik je hartelijk danken voor de uitleg en het gesprekje? Graag gedaan. We zijn een beetje wijzer geworden. Ja. En u hartelijk bedankt voor het kijken. En weer tot een volgende keer.